Ja. Hij loopt, Thomas. Jongen. Hij koop is mijn achternaam, niet hij loopt. Thomas, hij loopt. Thomas. Er is een beetje... Gaat het een beetje, jongen? Ja. Ik was weer gisteren tot laat op pad. Het was weer eens een keer zover. Maar we zijn er. Live and kicking. 2HM1 heb ik alweer lessen gegeven. Hartstikke goed, man. Let's go. Want we hebben een jetser van een klatser van een aflevering voor de boek. Een crazy show, zou ik zeggen. Crazy show. Maar deze show staat natuurlijk helemaal in het teken van de kantinetest die we gaan doen. De grote kantinetest. De grote. Al dan niet de grootste kantinetest ooit. Ever. Maar voordat we dat dan gaan doen, ik vind het eigenlijk wel leuk om gewoon even een beetje aan jou te vragen van... Joh Joost, hoe gaat het nou echt met je? Als ik daarover begin, Thomas, hij loopt, dan wordt het een hele lange aflevering. Oh. Nee hoor, nee, het gaat. Ik ben naar de kapper geweest. Goed. Ik ben naar de kapper geweest. Nieuwe koep. Ben je een beetje de kale plekken zeg maar bedekt. Ja, serieus, tactiek was dat. Tactiek. Ik ben bij Harry Styles geweest. Harry Styles. Ja. Zo. En had de man een beetje stijl? Die man is stijl. Dat is de belichaming van stijl. Ja, ben jij thuis gekomen? Ik ben thuis gekomen. Ja. Want ik was met de auto. Ah. En niet met de trein. Ah, want er reed geen trein meer. Nee. Allemaal mensen die daar zijn gestrand. Misschien zijn er ook wel leerlingen zelfs heen geweest die gestrand zijn. Ik weet het niet. Ja. Ik heb nog niemand over gehoord, moet ik zeggen. Maar nee, gelukkig was ik met de auto. Gelukkig. Maar goed, ja, het wordt dan wel laat en zo. Maar dat maakt verder niet uit. Dat hoort erbij. Nee, dat was wel gaaf hoor. Nice. Zeker. En dan is het eigenlijk zaak, zeg maar, zoals in een echte vriendschap, dat jij dan nu aan mij vraagt. En hoe gaat het nou echt met jou, Thomas? Thomas. Ja. Hoe gaat het nu echt met jou? Vertel het eens, jongen. Het gaat goed. Zie, dan dacht ik. Ik dacht, moet ik het nou wel of niet vragen? Want daar ga je. Daar hebben we helemaal geen tijd voor, jongen. Nee, het gaat hartstikke goed. Ik ben heel erg druk. Ik ben de laatste loodjes aan het doen voor mijn studie. Ja. Gewoon wat losse... wat leerlingen nu ook aan het doen zijn. Een beetje opdrachtjes afmaken en alle... Opdrachtjes afraffelen. Precies, zodat het net een voldoende is. Want de belangrijkste dingen heb je al gehaald. Meneer, wat moet ik doen voor een 6? Ja, precies. En ik ben lekker veel aan het spelen. Het zomerseizoen is open. Festivalletjes, kroegjes, dorpsfeesten. Goed, ben overal te vinden. Heel goed. Ja, heel leuk. Maar nu weer aan tafel vergaard voor een nieuwe episode van de legendarische aflevering van de grote kantinetest van de podcast, genaamd... Sprekend Zegbroek. Leuk dat je mee eet. Tijd voor een broodje. Ja, zitten we dan in de kantine, Thomas? Ja, we zitten in de kantine op de We zitten in de kantine. Heb jij al een broodje? Of, Nee, ik heb redelijk stevig ontbeten. We gaan beginnen. Waar is ons broodje? Ah, nou, Joost, de vraag is even netjes. Ik zou eigenlijk gewoon het allerlekkerste broodje willen wat jullie hebben. Allerlekkerste? Ja. Twee? Ja. Laten we dat doen. Ieder één. Straks komt hij bij de ieder twee. Ja, dat zou ook wat zijn. Ga lekker zitten. Ja, kom lekker zitten. Want je hebt ons net iets voorgeschoteld, maar zou je eens kunnen vertellen wat het precies is? Wat gaan we nu eten? Een broodje eiersalade met sla, komkommer en tomaat. Eiersalade. En worden die broodjes, worden die hier elke dag vers gemaakt ook? Ja, vers gemaakt, ja. Wauw. Elke dag vers gebakken en in de oven zetten we daar altijd, is allemaal vers. Helemaal te gek. Ja, te alles gek. Is vers, alles wordt gesneden vers, alles is vers, ja. Helemaal top, wat leuk. Ja, hey, en hoe lang werk je eigenlijk al in deze kantine? Al 6 jaar. Al 6 jaar? Ja. Wow. Ja, en vind je het nog steeds leuk? Ik vind het nog steeds gezellig, goede contact met de leerlingen en alles is heel leuk, ja. Wat vind je nou het allerleukste van het werken hier zo? Hier in de keuken staan vind ik het leukste, ja. Broodjes maken, een beetje de mensen helpen en zo, de leerlingen helpen en zo, ja. Leuk. Ja. Nou, dat gaat ook hartstikke goed volgens mij. Ja, dat is heel goed, ja. En je hebt ons een heel lekker broodje gebracht. Ja, ja natuurlijk. Gaan wij nu echt, terwijl die opneemt, een hap? Eerste hap. Eerste hap. Oké, let's go. Let's go.
Broodje eiersla van de Klaverstraat, eerste hap. Eerste hap, ja. Ja, het is een hele verse brood. Ja. Zeker. Ja. Het knispert helemaal in mijn... Ja. Ja. Daar kunnen we een soort ASMR van maken. Vers gebakken. Ja, ook wel. Zeker. Oh. Maar... Ja. Ongelooflijk. Bruin brood ook, gezond. Ja. Tomaat. Het is gezonde school, ja. Gezonde school. Oeh, het is heel smaakvol. Heel smakelijk. Ik proef eigenlijk dat het vers is. Ja, dat proef je. Dat het met liefde gemaakt is. Dat proef je ook. Met een glimlach. Ja. Wat proef jij? Ik neem nog even een hapje. Ja. Het is een hele lekkere, goede eiersalade. Mm. En die frisheid, tomaatje, komkommertje. Die frisheid, die brengt het me helemaal tot leven. Nou, niet echt natuurlijk. Figuurlijk. Ja, maar zeker, qua smaak. Heerlijk. Wij gaan een soort score maken. Wij gaan los van elkaar, denk ik. Ja. Dus ik wil niet... Hè, dus jij mag mij niet beïnvloeden. Ik ga jou niet beïnvloeden. Ga ik een cijfer geven? Ja. Doen we ook met de Goudse Maan straks. Ja. Broodjes, ambiance. En dan gaan we natuurlijk kijken wie de winnaar wordt. Ja. Welke kantine de winnaar wordt. Zullen we dat volgende week in ons live event... Ja. Zullen we dat daar bekend maken? Maken we dat volgende week bekend. Ja. We dat volgende week bekend. Maar, wacht, ik wil ze ook nog wel even wat... Onze peperdure zendtijd is voor, even voor 15 seconden van jou. Ja. Doe even je beste... hoe zeg ik dat nou? Reclame. Ik heb weer een korte nacht gehad. Reclame. Even reclame maken voor de kantine aan de Klaverstraat. Waarom moeten mensen hier een broodje komen eten? Doordat het een gezonde school is. En is het belangrijk dat het een gezonde school moet zijn. En allemaal gezonde dingen eten. En allemaal heel gezond altijd. Het is altijd gezellig, toch? Altijd gezellig. Altijd vrolijkheid in het school. En met de collega's zijn ook gezellig altijd. Dus ja. Het zou wel vet zijn als ze dan volgende week... De mensen die dit geluisterd hebben, mensen van de Goudsbloemlaan, hier een broodje komen eten omdat ze gehoord hebben dat het hier altijd gezellig is. Heel lekker, dat zou echt tof zijn. Dat zou echt tof zijn. Goede contact met de leerlingen en zo. Is heel leuk. Leuk. Ja. Ja, te gek. Leuk. Nou, ik voel het. Ik voel het. Hem ook, de sfeer is goed. Ja, het is vrolijk, het is gezellig. Hey, Joost, even betaal jij dit broodje en betaal ik het broodje op de Goudsbloemlaan. Dat vind ik een uitstekend plan. Oké, gaan we dat doen. Of we gaan gewoon met de kosten naar de grote baas. Oh ja, we leveren het bonnetje gewoon. Gewoon een bonnetje leveren. Maar dat zien we straks wel. Ja, ja. Hé, super bedankt, joh. Ja. Bedankt voor je gesprek. Succes, hè. We gaan zien welke kant hij er gaat winnen. Ja. Daar zijn ze. Oh, jeetje. Oh. Nee. Echt, serieus? Noedels? Nee. Oh, dat wordt wel vechten, Thomas, wie welke gaat krijgen. Nou ja, je hebt... Ja. Allebei een stukje. Ja. Komt goed. Ja. Dan gaan we even door midden. Anders pak even een krukje aan die kant. Kom even, draaien we al ook, want jullie overvallen ons een beetje. Tuurlijk draaien we, jongen. De techniek is weer helemaal dik in orde natuurlijk. Het is warm, hè, jongens, dus niet koud laten worden. Ja, warm zelfs. Ik ga, maar even... Ik ben al begonnen, ja? Ja, maar wacht even. Je kan dit niet laten liggen. We moeten het even inleiden. Dit is echt lekker, man. Wat is het? We hebben dat broodje kip. Oh, ja. Hoe wordt dat gemaakt? Wat is echt... En dan vraag jij mij, terwijl de kantinedames hier zitten. Nee, ik kijk naar jou, maar ik moet eigenlijk die kant op kijken. Ja, ik ga natuurlijk niet mijn geheim verklappen, hè. Oh. Maar daar zit in ieder geval... De kruiden, dat zijn de echte Hindoestaanse masala. Ah. En dat maakt de echte kip curry. Oké, en de noedels is met... Want ik lag net soort half te slapen. De noedels met kip en... Allerlei verse groenten. Paprika, boontjes, wortel. Zit er meer in, een uitje. Kip. Nou, boontjes. Dan koken we de noedels apart. Verse kruiden, dus niet uit een pakje. Kijk, niet zo moeilijk. Ja, nee, ja. Ik zou zeggen, neem een hapje. Ja, maar wat nou als ik een hapje neem... En dat jullie echt dan lekker. Nee, maar dat jullie dan ondertussen... Want anders ga ik weer allemaal met mijn mond vol zitten praten. Dat jullie vertellen wat jullie nog meer allemaal hebben. Hoe gezellig het is in de kantine. En wat een beetje de policy is. En wat de vibe is. Ga ik hem even een beetje dichterbij zetten? Sta jij nou alsnog met je mond vol te praten? Oké. Oké. Oké, eerste hap. Ja.
onder het verhaal van Sylvia. Eet smakelijk. Dankjewel. Wat wij hebben allemaal in de kantine. Nou, wij hebben verse tosti's. Crostinis met rode pesto, kaas, tomaat. Oh, dit is echt lekker. Alle producten zijn volkoren. Want daardoor zijn we ook gezonde schoolkantine. Mm. Okay. We hebben iedere dag een ander broodje in de grote pauze en in de kleine pauze. Dus de ene keer tonijnsalade zelfgemaakt, eiersalade, broodjes brie, broodjes vlees américain, broodjes salm. Carpaccio. Carpaccio, noem maar op. Ja, dat hebben wij. bakjes fruit, heel belangrijk voor de kinderen. Kijk, en dit soort dingen, wat jij nu zit te eten, noedels, dat is eigenlijk gewoon, wij zetten op het kaartje noedels met kip. Mm-hmm. Er zit natuurlijk verborgen groenten in. Ja. Dus krijgen de kinderen toch die groenten binnen. Stiekem krijgen ze groenten binnen. Ik vind dat heel slim. Ja. En dit broodje wat ik nu eet, nou, dat was met die Indonesische kruiden, zei je? Nee, Hindoestaanse. Surinaamse masala. Kijk. Het is echt gewoon Surinaamse kipkerry. Surinaamse kipkerry. Het is echt verschrikkelijk uitjes, lekker. Uitjes doorheen gezeten, tomaten en nog wat ingrediënten waar we... Geheime ingrediënten zelfs. Kijk, ik heb een stukje afgebroken. Zullen we even ruilen? Werf iets voor mij? Eigenlijk hadden we twee vorken mee moeten nemen. Ik heb hem gewoon een beetje afgebroken. Ik vond die noedels niet zo heel erg lekker, dus die hoef jij misschien niet te proberen. Ik ga het toch doen. We hebben nog vark, dus je mag een bakje mee naar huis nemen. Nee, maar wij verkopen dus iedere dag andere belegde broodjes. Maar dit broodje wat je nu aan het eten bent, die hebben we iedere dag. Als ik dat niet heb, dan zeggen de kinderen, heeft u dat niet? Ah. Ondertussen maak ik even mijn shirt schoon, want ik heb nog een date vandaag. Nou, ik denk dat het moeilijk gaat met die curry. Nee, dus wij hebben gewoon een heel uitgebreid assortiment. Ja. En ik kan nu niet meer terug. Want nee, ik had wel zoiets soms van, waar ben ik aan begonnen? Ja, snap ik. Maar nu zijn ze eraan gewend, dus je kan niet zeggen van nee, ja. Dat het is er niet, want iedereen weet hoe lekker het is en wil het gewoon hebben. Ja, daarom. Ja. Nou ja, dus dat is toch ook wel een mooi compliment dan ergens. Ja, zeker weten, zeker weten. Echt, hey, en wat is het nu het best verkopende product? Het meest verkocht? Crostini, tosti en de kipkerry. Toch wel, ja. Lekker hoor. Hey, en ik kan me voorstellen dat personeel ook wel blij is met zo'n kantine. Ja, die komen ook regelmatig wat halen. Ik zie jou vaak ook wel zelfs wat brengen. Ja, nee, ik vind dat echt een service. Een enorme service. Ja. Dan komen ze wat halen en dan is het nog niet klaar. Ja. Of dan zeg ik, joh, heb je druk? Ja, ik heb het druk. Nou, ik kom het zo even brengen. Ja. Ja, dat doe ik dan ook gewoon. Ja, maar dan mag eigenlijk dus niemand weten, want straks loop jij de hele school door. Dat dus. Om broodjes te bezorgen. Thuisbezorgd.nl. Ja, Sylvia. Zegbroekbezorgd.nl. Ik sla zo meteen dat telefoonnummer op. Ja. Dan ga ik gewoon halverwege mijn les gewoon bellen. Dan zeg ik... Ja, die kipkerry. Komt u maar. Nee, maar dat... Nou, echt super lekker. Ja. Ik zit alsnog met mijn volle mond. Deze aflevering zit vol met Thomas die met volle mond. Dit is, geen goede reclame voor ons, voor de misofone gemeenschap. Maar dat maakt niet. Wat misschien heel veel mensen vergeten. Ik bedoel, die kipkerry is echt super lekker. Maar dat broodje is ook gewoon echt perfect. Ja. Lekker gebakken. Crispy. Warm. Nou, Thomas, we gaan die punten straks eens even individueel van elkaar gaan we die punten eens even opschrijven. Ja. Maar ik heb wel een bepaald beeld al. Ik heb zeker wel een beeld, ja. Ja. Ik ga ook niet meer avond eten, denk ik, vanavond. Nee, dat is niet meer nodig. Nee, dat is niet meer nodig, maar echt... lekker man. Ja, dat is wel heel erg lekker. We hebben wel bedacht dat we de winnaar bekendmaken volgende week in ons live event... We gaan een live podcast event doen. Nice. Op het podium, maar dat is op de Klaverstraat. Oh, dan is het hier. Nee, dat is Klaverstraat, dat is talentpauze. Oh ja. Talentpauze van Muziekplan. En er is ook een bandje van 4V. Die gaan dan spelen. En dan presenteren wij dat. Dinsdag 13 juni, grote pauze, live podcast event. Met de bekendmaking van de winnaar van de grote kantinetest. En natuurlijk live muziek in de aula. Oh, en tips voor om curry uit je t-shirt te halen? Graag direct in de DM. Slide enorm gauw in de DM. Ja. Want, Thomas, je moest nog op date, zei je? Ja, maar ik kom nog langs huis. Finish? Ja, schoon shirt. Goed. Briljant. Schoon shirt. Briljant. Ik heb vorige week nog een schoon shirt aan. Dat is hem. Hey, dank jullie wel voor je broodje en jullie tijd. Graag gedaan, jongens. Succes verder. Lekker even gegeten. Heerlijk.
vlek uit je shirt. Joost, de kantine van de Klaverstraat heeft gewonnen, want de vlekken van de broodjes van de kantine van de Goudsbloemlaan gaan niet uit je shirt. Oh, ze gaan er niet uit, joh. Nee. Ik vind het wel een minpunt. Ja, dat snap ik. Of kan ik gewoon niet eten? Nou, dat sowieso niet. Ik loop nu, ik heb het er net ook geprobeerd uit te halen. Dus ik loop nu met zo'n soort natte plek op mijn borst. Ja. In mijn, het ziet er echt heel raar uit. Het ziet er bijzonder uit. Ik had echt de walk of shame net. Ja. Anyway, ik moet niet zo zeuren. Ik moet gewoon leren eten. Wij hebben wel echt gewoon heerlijk geluncht. Dit was echt heerlijk. Ik ga echt niet meer eten vanavond ook. Niet meer nodig. En ik denk dat we een goed beeld hebben van beide kantines. Ja, zeker. Dus gezelligheid, broodjes... Ik ben benieuwd naar jouw punten. Ja. We gaan ze bij elkaar leggen. En volgende week bekendmaken. Ja. Volgende week bijzonder. We gaan live op het podium zitten. Kletsen. Ja, maar er is in die microfoon. En er is ook live muziek, ja, toch? Ja, live muziek. Wat is supergezellig. Het is de laatste lesdag voor de toetsweek. Oh ja. Dus ik zou zeggen, fans van muziek en fans van de show. Van de show. Van de show. Ik zou zeggen, vraag of zeg... dat je eerder weg moet voor de grote pauze. Want je moet naar de Klaverstraat komen. Oh ja. Ja, ja. Kom naar de Klaverstraat. En laat je support zien. Laat je love voor de show zien. Ja. En geniet van leuke optredens, muziekoptredens. En volgens mij is dat dus een laatste leuke laatste lesdag. Ja, en dan zal je ook zien dat alles wat wij over elkaar hebben verteld... dat alles waar is. Bijvoorbeeld mijn tatoeage is bijvoorbeeld echt. Ja. Die kan je dan zien. En weet je nog dat blauwe glitterjasje? Ja. Ga je die aandoen? Ja, is wel leuk misschien. Dat zou op zich wel leuk zijn. Of tenzij het echt heel warm is. Want het wordt echt bloedheet de komende dagen, weet ik. Ja. Superlekker trouwens. Ja, heel chill. Hebben we nog dingen... Nou ja, oprecht, je tips voor vlekken, carryvlekken in t-shirts, graag in de DM. Ja. Date tips mogen ook in de DM. Maar het ging toch goed met daten, juist? Nee, het gaat wel goed. Jij wel. Wat voor tips moet je hebben dan? Nou ja, gewoon hoe vraag je iemand ten huwelijk of nee. Nee. Jongens, hebben wij een primeur? Nee. Nee. Of om een leuke plek om naartoe te gaan. Bijvoorbeeld. Kijk, bijvoorbeeld. Dat, een leuk uitje. Leuk restaurantje. Restaurantje, tentje, terrasje. Precies, heerlijk. Heerlijk. Ja. Nou, daarover gesproken. Leuke filmsuggestie misschien. Hou je van films eigenlijk? Ja, ik hou zeker van films. Oh. Ja, zeker. Nou ja. Slide in de DM. Slide in de DM. Ik ga de zon insliden. Het wordt dit weekend 30 graden, gast. Ongelooflijk. Echt ongegeneerd in mijn blote vetbuik flaneren door de zon, jongen. Heerlijk. Ja. Helemaal goed. Zin in. Flaneren kan je leren. Flaneren kan je leren, ja. Zo, dat was hem. Lekker, man. Ik zou zeggen, we zijn klaar met deze show. Ja, want deze show stond geheel in het teken van de grote kantinetest... gegoten in de vorm van een podcast genaamd... Sprekend Zegbroek. Tot volgende week. Doei. Wat wilden we nou eigenlijk precies zeggen in die afsluiting? Hebben we nou gezegd wat we wilden zeggen? Ik vond het in ieder geval een hele lekkere uitzending. Ja, ik ga denk ik echt gewoon een boterham met pindakaas eten voor avondeten. Dat is echt lekker. Ik vond het heerlijk. Het is een beetje pittig ook, die kip. Ja, lekker, echt wel lekker. Lekker gekruid. Kort pittig. Een kort pittig kipje. Korte pittige kip.